Aster, Lize, jullie zien er inderdaad piekfijn uit. Wat komen jullie doen vandaag? Wij komen de zender en de muziekindustrie ondersteunen, zoals altijd. Ja, ja. Feestje bouwen, Lize? Ik denk het wel, ja. We gaan wel een feestje bouwen, toch? Ja. Een beperkt feestje. Allee, we gaan het deftig houden, maar het gaat wel plezant worden. Ja. Hoe laat gaan jullie naar huis, denk je, Aster? Ah, geen idee. Tot wanneer is het? Nee, nee, deftig uur, hè. Maar ik moet nu 5 dagen niet werken. Enfin, grotendeels. Dus. We kunnen 5 dagen kateren. We dus. Kunnen 5. Dat is een goed idee. Ja, ja, nee, nee, nee. Nee, maar ik kom hier altijd heel graag. Hey, sinds ik voor VRT werk, kom ik met veel plezier. Omdat, ja, ik vind dat eigenlijk een van de fijnste feesten, bijeenkomsten van het jaar. Jij kunt dat onderschrijven, denk ik. Hè? Een van de weinige grote feesten eigenlijk nog. Ja, en het is wel gek eigenlijk. Als je hier toekomt, is het een klein beetje Hollywood in Vlaanderen. Hè? Met de paarse loper in dit geval. Ja. Maar toch een van de evenementen die het meest naar Hollywood neigt. Ja, en we hebben uiteraard geen echte televisiesterren meer. Dus voor veel mensen in de televisiesector en radiosector is dit wel een moment om even ook samen te komen. We kapen dan maar de muziekprijzen. Sorry, muzikanten, maar ja. Zeg, wat hoop jij deze sportzomer te doen? En van waaruit? Ik hoop zo dicht mogelijk bij de actie te zitten natuurlijk. De plannen die moeten nog bekend worden gemaakt. Maar heb je het over mijn plannen persoonlijk? Of zoveel mogelijk met voetbal bezig zijn, zoveel mogelijk met de Spelen bezig zijn. Dat zijn voor mij de twee evenementen waar het meeste aandacht naartoe gaat. De Tour heb ik andere collega's die heel goed zijn. Jij wilt dus graag naar Tokio? Niet per se, nee. Eigenlijk niet. Nee. Ik ben heel blij om vanuit Brussel te presenteren. Maar als ze mij naar Tokio sturen, ja, met veel plezier natuurlijk.